Welkom allemaal, welkom bij een nieuwe Meme-kes video. We gaan vandaag weer reageren op memes die hebben geplaatst in de subreddit. Zoals je waarschijnlijk al kan zien, ben ik een beetje moe. Het is inmiddels 11:30 en de tijd ging veel te snel. Ik keek naar de klok en kut, ik moet een video opnemen. Fuck, en hier zijn we. Dus verwacht niet al te veel enthousiasme, maar... Ja, we gaan kijken wat jullie deze week allemaal hebben kunnen knutselen. Ik heb jullie in de vorige video van vorige week gevraagd of jullie wat nieuws wilden verzinnen. Wat andere thema's. Het was telkens exact hetzelfde. Dus we gaan zien of er wat nieuws bij zit. Oké. Dit is toch redelijk snel gedaan. Ja, 2 dagen geleden, ik kon het zeggen. Welke video? Nou, dat was de crew video. De pisto. Come on, pisto, pista. Same thing, oké? Okay? Ik had ook pizza kunnen zeggen. Great, very nice. Dit is letterlijk de top rate. Je weet gewoon al gelijk aan de eerste meme die je ziet of je de video eigenlijk al weg kan klikken of niet. En in principe kan je de video al wegklikken. Wel raad ik je aan om sowieso nog even de video aan te laten staan voor mid-rolls en misschien even te liken. Groep 8 memerij. Iemand, komt je kapper uit Australië? Hoezo? Je haar zit niet. Pikke goeie. Upload Minecraft, no. No! Danny S goes back to his Dutch channel. Uploads only Razer games. Mee. Hey. Back in the days waren er 2 dingen die bekeken werden. Ik doe ook elke video exact hetzelfde weer. dat was GTA Racers en Forza Horizon 3. Dat waren de 2 dingen die echt gekeken werden. Dus ja, GTA, dat is dood. En Forza Horizon 4 is dan de logische opvolger. Dus er is niks veranderd, jongens. Same thing. I'd rather Dennis as tractor than no Dennis. Wat? We hebben game, meneer. In een prachtig mooie... Ik weet niet hoe dat ding heet. Dat is die Audi, toch? De benefactor is Mercedes. Whatever. In die dikke Audi. Daarnaast heb je mijn zus. Nou ja, ten eerste... Applaus dat je tenminste weet dat ik een zus heb, dus... Very nice. Krubbelkop in... Dat is wel een benefactor volgens mij. Jeraski in de Audi R8, oftewel de... Forza, hoe heet het ding? En als laatste, de belangrijkste van het allemaal... Heb je mij in een... wat is het eigenlijk? Een verroest poepding. What the fuck? Het is niet eens een gewone tractor. Dit vind ik wel echt, dit vind ik zeer offensief. het mooiste van alles is, je hebt hier gewoon allemaal YouTubers. En jij kon niet nog 1 YouTuber verzinnen die je daar neer had kunnen zetten. Serieus. Breng je oude intro terug. Welkom allemaal bij een nieuwe video. Yo, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske. De reden waarom ik daarmee gestopt was, ten eerste, ik vond het zelf behoorlijk irritant worden. Ten tweede, niemand verstond het. Ten derde, het klonk retarded. En ten vierde, dit is volgens mij een redelijk normale manier van... Hallo, goedendag. Heren, dames en gedrochten. Whatever. Bij de 2.500 views upload ik Minecraft. Video met 2.300 views. Are you dumb? Ik zei likes, niet views. De video heeft wel 2.500 views gekregen. Godzijdank. En ik vroeg 2.500 likes. Dus jullie zaten dichtbij. Klopt. Ik weet niet of de video inmiddels de 2.500 likes gepasseerd is. Ik heb geen idee. Ik ga ook niet vanuit dat dat gebeurd is. Daarnaast maakt het ook niet uit, want ik heb toen die afspraak met jullie gemaakt. Dus jullie zijn het niet nagekomen en helaas. Was dat deze video? Ik heb geen idee. Ja, dat was deze video. Ik had jullie nog een handje geholpen ook. Maar nee, helaas. Dennis. Oké. Minecraft uploaden. Nee, 50 skills openen. Terwijl je weet dat je toch niks krijgt. Hoho. Ik moet zeggen. De wheelspin video's zijn wel heel erg voorspelbaar. Daar ben ik volkomen mee eens. Ik weet van tevoren al dat ik echt gewoon niks krijg. Maar het zijn wel leuke video's om er tussendoor te doen. En een keer wat anders. Ook al is het toch hetzelfde. Snap je? Het is hetzelfde, maar toch wat anders. Dennis subreddit. Wanneer Dennis een bordje met gratis subs ziet. Mass evacuation as a hurricane targets US. Iedereen vertrekt. En ik ga terug. Heel snel, in mijn uppie, ga ik de views ophalen. Op zich, klinkt misschien dom. Maar is dat niet wat
Jake Paul toen had gedaan. Was het Logan Paul? Een van de twee. I don't know. De Pauls. Toen was er ook volgens mij een hurricane of iets in die richting. En hij ging dat toen filmen. Uiteindelijk heeft hij wel zijn views. Dus is wel een strategie. Nieuwe subs, nieuwe views, succes. Dat moeten we doen. Wanneer komt er hier een hurricane? Nieuwe video van Dennis. Badoep, badoep, badoep. Dit is in principe gewoon die heart rate meme. Alleen dan in een ander format. Gewoon exact dezelfde. Meme-kies. Oh, mijn hart gaat snel kloppen. En als laatste jouw meme komt in de video. Oh, oh. Hey, gefeliciteerd man. Great. Doe ermee wat je wil. Wanneer Jan de intro ziet van de nummer 7 Mimikus video. Welkom allemaal bij een nieuwe video. Ondertussen heeft Jan de intro van Dennis een video gezien en dit is zijn reactie. Okay. Great. Just great. Great. Ik had iets anders verwacht. Ik weet niet wat ik verwachtte, maar ik had iets anders verwacht, oké? Okay? Fuck sake. Dit ben ik als er een nieuwe Mimikus video uitkomt. Joepie, eindelijk een nieuwe Miepkes video van Dennis. Yay. Dit komt heel sarcastisch over, vooral met die bliksem van yay. Great. Voor wie doe ik dit eigenlijk? Topgozer is Danny S toch? Reasons to live. Miepkes. Kijk eens aan. En we hebben een happy peppe. Je krijgt sowieso bonuspunten, puur voor die peppe. Ik vind het echt... Ik vind het zo'n geweldige kikker. Het is wel waar. Mimkus is een goede reden om te blijven leven. En suicide is nooit de optie, jongens. Het is niet het antwoord. Ook al lijkt het soms een goede optie, is het niet. Kijk maar naar Pep. Danny S disliken. For legal reasons, that's a joke. Laten we eerlijk zijn. Deze meme is niet van heel hoog niveau, hè. Come on. Be creative. Ik laat het volledig over aan jullie, want ik heb geen idee. Vandaar ook deze serie waarbij jullie eigenlijk alles doen en ik gebruik jullie dingen. Maar come on. Word wat creatiever, oké? Okay? Probeer wat te verzinnen. Dit is een prachtig format. Hier kan je zoveel mee doen. Dennis, be like. Hoe krijg ik views? 8:32 p.m. 11 minuutjes later. Hoe kom ik van een Engelse kanaal af? Hey. Dat is de manier om views te krijgen. In principe. Soms zit ik wel aan te denken wat er gebeurd zou zijn. Als ik helemaal in het begin, toen ik mijn kanaal startte, gelijk Engels had gedaan. Want wat jullie misschien niet weten, echt helemaal in het begin, toen ik begon, upload ik gewoon gameplays. Dus zonder commentary. Dus in principe was dat al een soort van Engelstalig publiek. Want ja, het was niet gericht op Nederlandse kijkers. Ik weet niet waarom ik Nederlands was begonnen eigenlijk. Want ik keek zelf ook geen Nederlanders. The fuck? Maar ja, wat was er gebeurd als ik Engels had gedaan? Misschien was ik dan maar groter dan PewDiePie. Misschien was ik dan lang gestopt. Dat kan ook. Je komt naar Danny S zijn kanaal voor een Mimkes video. En je ziet dat er geen Mimkes video online staat. Doe je huiswerk, jongens. Doe je huiswerk elke zondag om 4 uur. En soms om 5. En soms op maandag. Maar normaal gezien elke zondag om 4 uur, oké? Come on. Dat weten jullie inmiddels wel. Ik upload elke dag. Zelfs nou deze periode probeer ik 2 keer per dag. 2 video's. Zoveel tijd hebben jullie niet eens om al die entertainment te verwerken. Willen we nu achtergrondmuziek of niet? Achtergrondmuziek. Geen achtergrondmuziek. Dennis subscribes. Dit is wel echt een dingetje. Want toevallig dat ik recent nog een video van mij heb gekeken op mijn mobiel. En dat was meer eigenlijk om te kijken hoe het zat met audio. Want als ik video's aan het editen ben, dan heb ik ten eerste het idee dat mijn stem vrij zacht is. Maar dat de game sound best wel hard staat. En daarbij dus muziek ook vaak wel. En als ik dan op mijn mobiel kijk, dan heb ik juist het compleet omgedraaide. Dan heb ik het idee dat mijn stem hard staat en dat er gewoon letterlijk geen game audio of muziek is. Dus het is zo lastig om precies te kunnen zien hoe hard het allemaal nou staat. En ik krijg voor jullie geen feedback, dus ik weet ook nooit of het nou goed is of niet. Dit is volgens mij het vervolg op de video van de afgelopen week. Dus heb je de video niet gezien, ga hem eerst even kijken. Ik zal mijn link in de beschrijving. Maar ik ben benieuwd. Wat gaan we krijgen? I don't think I can beat him. Is that what you're trying to say? No, that's not what I'm saying. I'm saying I'm not going to be here forever. And what's that supposed to mean? It means you got to do some smart things. Slimme denken. But you want to talk about smart decisions, Rock? Vertel. Wat moet ik doen? You in this house all alone. Who been taking care of you? Me. Kwaliteitsvideo's, jongens. Come on! What else you got?
Ach, ga weg, man. Wie heb je nog meer, Enzo Knol? Meen je nou echt? Vlog nummer 8034. Wordt dat op de duur niet saai? Ik mag niks zeggen. Ik heb 100 video's van fucking Forza. Maar dat telt niet, oké? Okay? Dat doet er niet toe. Oké. What's next? Wat moet ik doen? Luister. Oké. I'm taking this fight with or without you. Wat's met hem? Oké, dit gaat dus om Menace. Tikkeltje laat. Het is inmiddels weer 2 jaar geleden. Volgens mij, taakt het heel snel. Maar leuke video. Ik vond hem tof. Als je zo eigenlijk door blijft gaan, hebben we dan ook gewoon een volledige speelfilm. Dus dit is maar een idee. Ik zeg niet dat je iets moet doen. Het is maar een idee. Maar super tof, man. Super tof. Dankjewel, team Paul Walker. Meme-kes. Andere video's, meme-kes. Ik. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Deze meme is origineel. Psych! Weet je wat? Hier. Psych. Die kun je krijgen. Thumbs down. Bitch. Jan, please upload een video met Danny S. Jan, please upload met mij. En dan Jan. Haha, dacht dit niet. Zo jammer dit, Jan. Zo jammer dit. Valt me behoorlijk van je tegen. Change my mind. De Nenees. Oké. Dennis heeft alleen maar oude kijkers, want geen enkele nieuwe persoon is geïnteresseerd in zijn content. Change my mind. Ik denk oprecht dat je daar gewoon een spijker op zijn kop slaat. Ik denk wel echt dat je daar 100% gelijk in hebt. Dus wat moet ik je daarvan zeggen? Je hebt gelijk, oké? Okay? Ben je nou happy? God damn it. If you want to cry, I will give you something to cry about. Dennis zijn kanaal. No, sad face. Misschien is dat juist... Dat is mijn uitweg. Je hebt me gelijk op een idee gebracht. Dat is letterlijk mijn uitweg. Ik moet een boek uitbrengen. Maar niemand kijkt mijn video's, dus wie zou dat dan kopen? Dear Dennis, vraag Jiraski nog 1 keer om samen met hem op te nemen. Anders gooi ik mijn nieuwste bom op zijn huis. Met vriendelijke groet, Kim Jong-un. Heeft hij een heel grote kin. Kim Jong-un. weet je wat? Ik weet het goed gemaakt. Ik stuur deze afbeelding naar Jiraski toe. Of naar Jan. En we zien wel wat er van komt. Oké, okay? Happy? Anders gooi je maar een bom op zijn huis. Prima. C-I. Spel map. C-N-S. Ines? Wat? I am a penis. I am a penis. Fuck you! You motherfucker! you got me, goddammit. Dennis' battle. De PewDiePie battle heb je. Dat is PewDiePie versus T-Series. Volgens mij is die battle inmiddels over. Volgens mij staat T-Series 4. Oh my god! Er staan ruim 1 miljoen subs voor. Oké, dat is F. Yikes. En Dennis' battle. Please, YouTube, geef mijn views. Hey, YouTube. Nee. Begrepen. Wanneer je alleen maar mensen over Minecraft ziet praten. En je alleen maar hoopt dat het niet zal gebeuren. Ik zal heel eerlijk met jullie zijn. Dat was wel een beetje mijn insteek. Echt iets van. Ik hoop dat die video geen likes krijgt. Want ik heb echt geen zin in Minecraft te gaan doen. Weet je, op zich, Minecraft is helemaal niet zo'n verkeerde game. Maar om daar nou nog content van te maken, nee, dank je. Ik zou het best een keer willen streamen, maar uploaden, nee. Don't die in our hands, Denniske. Dat ben ik. En dat kijkers van Dennis. Don't die. Weet je wat? Ik ga hier een meme-correctie op doen. Ik heb een idee. Meme-correctie, jongens. Meme-correctie. Dit wordt een nieuw fragment in de serie, jongens. Meme-correctie. We gaan eens even hier, want dit klopt natuurlijk niet. Hè? Dat snap je zelf ook wel. Of in ieder geval, het klopt misschien wel, maar daar kunnen we iets anders mee doen. Oké, dat ben ik. En... Dan kunnen we het op een andere manier doen. We kunnen doen of we doen hier kijkers... Zo. Of ik doe mijn kanaal. Weet je wat? Nee, dit is wel prima. Ja, meme correctie, jongens. Meme correctie.
Ik denk dat we het hier weer bij gaan laten. Ik heb alweer voor bijna een uur opgenomen. Ik moet dit weer in een video van ongeveer een kwartier zien te pompen. Dus wordt al moeilijk genoeg. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. En of je het nou goed of slecht vond, kom maar, geef me gewoon een likeje, oké? Gewoon het medelijden. Je bent al zo ver gekomen. Goed bezig. Stamp op die like knop. Druk op die bel. En hopelijk tot heel snel. Bye!